Sorry dat ik te laat ben. Ken de muziek aan? Nou, dames en heren, mijn naam is Wilma. Wilma Shakespeare. En vandaag spelen we Romeo en Julia al voor de weet niet de vaakste keer. Dus jullie kennen het verhaal vast allemaal wel. Dus we hebben een heel klein stukje doorgespoeld naar de ontmoeting tussen Romeo en Julia. En play! Hi, hi! Romeo, wat doe je nu? Julia, ik kan echt niet. Dat is Julia van de... Yo, Shakespeare, waar is ze ook weer van? Capuletti, jullie zijn Montetti, maar maak er maar een mars en snikker van. Zij is van de mars. Je kan nooit een mars vertrouwen. Mars praat je altijd. Maar ik hou van haar. Maar waarom dan niet? Als je oud wordt, dan ben je met een van de snikkers gaat, dan heb je heel groot probleem. Ja, maar ik hou van hem. Pauze! Oké, we gaan nu door naar de balkonscène. En play. Alleen dit stukje is belangrijk. Play! Oh, Julia. Wil je met me trouwen? Ja! Pauze! Oké, we gaan nu door naar de trouwscène. Oh, stop. Ik zou een liefdescène krijgen. Die krijg je niet. Nou, die wil ik toch wel? Nee, want er zitten kleine kindjes in de zaal. Maar kijk naar haar. Maar er zitten kleine kindjes in de zaal. En ja, ik ga tussendoor even mijn trouwjurk aan doen. Joep! Ja. Maar maar lekker in scène. Trouwscène! Play! Romeo, Julia, waar zijn jullie? We hebben een trouwscène. Eindelijk. Hé! Hey. Wel een korte versie, hè? Zoals afgesproken. Ja, okay. Romeo, vrouw. Ja. Julia, man. Ja. Verklaar jullie getrouwd. Pauze. Oké, weet je? Ik heb wel zin in wat actie. En voor naar het gevecht. Hier, zwakkeling. En dan! Wacht, Shakespeare. Wat dacht je ervan? Ik wil een Snickers. Snicker? Beter? Beter. Ik weet het zelf niet, als je trek uit. Omdat jij mijn beste vriend hebt vermoord met de naam Shakespeare. Het is Mercutio, maar doe maar Pluto of zoiets. Pluto. En dan nu. Oké, ik zou nu eigenlijk vallen, maar ik heb vast mijn rug. Dus, ik val. Hey! Wel met geluid. Ja, maar ik kan niet horen. Hebben we stand-in? Ja. Oké, ga maar op de haar staan en geel. En go. Ah! Toppie. Neem ook even het balkon mee. Ja, oké. Waarin Paris wordt voorgesteld. Ja, ik wil even stoppen, want ik ben al 54 jaar lang elke dag afgewezen door Julia. Julia, waar ben je? Luister, ik weet wel dat ik eigenlijk pas per roep in stuk kom, maar ik ben er gewoon een beetje klaar mee dat ik elke keer weer te laat kom. Ja, ik verpest gewoon het verhaal voor iedereen. Ja, wij hebben het grote rol. Dat is onze kinderen en wij zijn eigenlijk niet. Belangrijk is voor de kop. Dat kan toch niet? En waarom moet je altijd dood?
ik wil niet elke keer dood. We willen niet elke avond doodgaan. We willen gewoon bij elkaar blijven. Oké, attent!